moeten we erin geloven. Dit is de opstelling van Serain. 4-2-3-1 opstelling. Het is één wijziging in vergelijking met vorige week. Thordarson, de IJslander, komt in de ploeg van die groep. Dat weet u ongetwijfeld. De voorzet, maar geen aardige bal. Daar is Thordarson een eerste keer en een hele goede save. Is daar van Guillaume Dietsch. Thordarson, die dat spectaculair, maar wel uitstekend doet. Technisch goed uitgevoerd. Maar net iets te centraal. Moreno, opletten, hier is Lommel. Daar zit misschien wel wat in, want ook Thordarson is gevolgd. Dan de poging, de save. Goeie bal. Kijk eens. Moreno naar het centrum. Daar is de goal. Nee, Thordarson. En opnieuw is daar de save van Dietsch. Het is voorlopig het matchbegin. Die doelman van Metz. Dit was echt wel een grote kans voor Thordarson. Kijk eens, één tijd Ugalde. Hij loopt dan tegen Boulanger. Die krijgt de gele kaart van Vermeijeren. Lijkt toch wel streng. Lijkt daar echt wel geraakt zijn. Ondertussen Alessio Cascio. De app te downloaden. Corona alert staat aan. Opletten, hier is Moreno. Moreno tegen Dietsch. Goeie save van Moreno. Nog niet gedaan. Deze bal wel over de achterlijn. In deze partij. Moreno komt er uitstekend doorheen. Kilota. Hij laat zich toch niet vangen. Het gebeurde niet in Res Mikautadze een eerste keer. Blijft in balbezit. Dat is de bal dan naar El Badoui. En dan trapt hij ernaast. Naast de goal. Een pegel. Dit laat hij toch echt wel liggen. Goeie actie van Mikautadze. Het is geen buitenspel. Abdelhafid Al-Badawi. Deze bal gaat er niet in. Dit was een reuze kans voor Serain. Moreno. Zarouri Moreno. Aan de andere kant dan de voorzet. Dietsch opnieuw. Hier tussen zit. Ugalde kwam daar uitstekend opduiken. Brebels. Actie maken, niks aan de hand. Oordeelt Vermeijeren. Wou een vrije trap krijgen. George Mikautadze krijgt hij niet van Vermeijeren. Lassaini probeert zich door te zetten. Gaat hij zelf trappen. Daar is Lassaini. Dan is dat een afgeweken bal. En dan gaat hij erin. En is dit echt wel een lucky goal voor Serain. Pech voor Svetkauskas. Het is Lassaini die viert. Hij trapt. En de 1-0 staat op het bord. Het is Neven. Hier daar nog ongelukkig tussen zit. Die de bal op deze manier verlengt voorbij zijn eigen doelman. Het is niet verdiend, want Lommel deed het uitstekend. Tot nu toe. Hier in het oordeel dat het niet het geval was. Moreno. Met actie Moreno. En opnieuw de save. Of wat had u gedacht van Guillaume Dietsch? Hij is niet tevreden. Wat hij ziet. Badoui. Henkes komt te laat en gaat een kaart krijgen. Van Vermeijeren. Even snel in één tijd. Dit is Kilota. Hendricks kan niet volgen. Daar zit wat in voor Serain. Kilota met de voorzet. Op zoek naar Cascio en dan de poging. Uiteindelijk van Bernier. En dan gaat hij wel op de stip. Is het oordeel van Vermeijeren. Krijgt Serain zo meteen de kans om er 2-0 van te maken. Eerst al appel voor handspel. Het werd niet gefloten. Dan Bernier. Misschien wel zijn 15e van het seizoen. Daar komt Mikautadze tegen Svetkauskas. Nee, trapte hem hoog over. Een beetje in de lijn van zijn wedstrijd voorlopig. Dan de stand na misschien. Nog eens kijken. Het is echt wel hoog erover van Mikautadze. En dan de poging van Kilota. Dit was best wel verrassend. Svetkauskas is nog aan het opletten. Heeft de snelheid. Gaat hij het aandurven? 1-1. Moreno. Hij gaat er voorbij. Daar is Moreno. Daar is. Uiteraard. Ook Dietsch. Meer leek het Moreno. Op het doel. Trapt dan eigenlijk net op de plaats waar Dietsch al staat. Als je hem kan kruisen. Dan is hij misschien wel gezien. Het
Het balverlies nu en Bernier die zich op gang trekt. Brebels probeert hem te volgen met alle moeite van de wereld. Daar is Bernier. Bernier tegen Svetkauskas. Dan Lemoine. Mikautadze trekt zich op gang. Neven in de achtervolging. Mikautadze probeert het zelf en dan in die AE. Nee, Glenn Neven. Nog net op tijd. Sagé met de poging en Svetkauskas met de save. Het is afgelopen. Oordeel te Vermeijer. De ontlading is er bij Serin. Dat het hier haalt van Lommel met heel veel bloed, zweet en tranen.